Denderleeuw nog Hammen kunnen domineren in de eerste helft. Toch zijn het de bezoekers die op het kwartier dicht bij de openingsgoal komen. Het schot van de glas wordt afgeblokt. De Borger in de rebound. Tetjenne krijgt de bal niet onder controle. De interventie van Buil wordt hem niet in dank afgenomen. Denderleeuw verliest te veel duels. Hammen blijft dan ook het gevaarlijk. Buil op het gepaste moment naar de glas. Zijn schot gaat centimeters naast. Op het halfuur wordt Buurlings de diepte ingestuurd. Nico Baert gaat onvervaard in de voeten en voorkomt verder omheil. 35e minuut van Wanbeke slalom zich door de Waaslandse defensie. Glenn Dillens te zwak. Baert redt met de voeten. De afwerking van Denderleeuw blijft een probleem. Hammen laat zich niet imponeren de glas naar Buil. Maar de Tjenne blijft attent keepen. De laatste kans in een al bij al aangename eerste helft is voor Van der Heijden, maar zijn schot zuist naast. De tweede helft kan nauwelijks bekoren. Als je in een samenvatting dit soort kansen moet laten zien, is het ver gekomen. Pas in de 70e minuut worden de diepgevroren toeschouwers zwakker geschud. Van Wanbeke in twee keer. Denderleeuw scoort niet gemakkelijk, maar als ze het doen, is het met een wereldgoal. Hamme is nu wel verplicht om te komen en de laatste 20 minuten zijn dan ook boeiend omvolgen. Hier staat Christiaans op de voeten van de Tjenne. Denderleeuw is geen ploeg om zich in te graven. Peter van der Heijden glipt door de Hamse buitenspelval. Voorzet naar de tweede paal. Buurlings kopt over. Het blijft dus 1-0. Op basis van de tweede helft verdiende Denderleeuw hoe dan ook de overwinning. Wij wisten als we dus achterkwamen dat we problemen gingen hebben, kwam er allemaal plan van Denderleeuw vast te zetten. De eerste helft hebben we zeer goed gespeeld, hebben we een paar kansen geforceerd, we hebben die niet afgewerkt. De tweede helft was voor Denderleeuw. Wij hebben het enorm moeilijk om een goal te maken. En natuurlijk, als dat dan zo'n wedstrijd vordert, waarin ik toch vond, en ik denk dat meneer De Paap een correcte analyse gemaakt heeft, dat wij eigenlijk de betere ploeg waren. Maar ja, hè, dat goaltje maken is niet zo evident voor ons.